dus Mitchell 233 met een nieuw commentary. Zoals je ziet ga ik weer naar mijn oude huisje. Die heel groot is. Ik dacht, oh ja, het is nog avond. Dus ik ga hem nog even uithakken wat ik moest doen. Nou, in de vorige episode had ik gezegd dat ik een watergrond zou maken. Nou, deze episode duurt helemaal niet zo lang. Het duurt maar 5 minuten en 38 seconden. Dus redelijk kort. Want ik op de hypercam kan je niet zien. Want ik gebruik hypercam. De hypercam kan je niet zien. Hey, cool. Yeah, cool. Op de hypercam kan je niet zien hoeveel minuten je al bezig bent. Nog meer cool. En dus daarom was het kort. Ik dacht dat ik al aan de 10 minuten zat of zo. Nou, het was maar 5 minuten. Je kan altijd nog zo een reactie geven wat je wilt zien van mij. Want ik kan niet de hele tijd verzinnen wat ik moet doen. Dus bijvoorbeeld... nou, zeg maar niet ga zombies al slachten. Daar kan ik even geen meter. Bijvoorbeeld zeg... ja, ga ergens anders een nieuw huis maken. Dus dat je niet in de episode een huis maakt. Maar dan zonder dat wij het zien. En dat wij dan je huis laten zien. Nou, ik vind dat wel goed hoor. Of geef een wat je wil maken. Bijvoorbeeld een boom of zo. Ik maak... Probeer het wel te maken. Ja, en ik kreeg van iemand te horen dat ik harder moet praten. Dus dat probeer ik nu. En harder dan normaal. En hier ga ik hem zo te peaceful zetten. Want ik weet echt niet wat ik moet doen. Dan ga ik wat zand halen. Want zo'n test zet ik hem op pauze. En dan opeens heb ik al mijn glas. Heel gaaf, hè? En... Hier ga ik gewoon een muurtje neerzetten. En, oh ja, even nog snel zeggen. Oké. Maar als je... wat wil ik nou zeggen? Oh ja. Weten jullie een goede geluidsrecorder? Bijvoorbeeld niet de gewone geluidsrecorder die op Windows zit. Nou, daar probeer ik een filmpje af te maken, maar die is mislukt. Dus als jullie een goede geluidsrecorder weten, geef een reactie of een privébericht. Want elke geluidsrecorder is welkom. En dan ga ik hem uittesten. Het liefst, als het kan, een geluidsrecorder wat je stem wat zwaarder maakt. Want ik schaam me echt voor dat ik zo'n stomme stem heb. Nou, later verandert het wel. Ik heb nog niet eens zware stem, maar ja. Oké. En... nu zit ik, ga ik nu emmers maken voor het water. Zo maak je emmers. Emmers voor het water. Voor de watergrond. Steentje neerzetten. Want op Hypercam kan ik geen live commentaries doen. Shit. En dan... Oké, ik zet hem nu even op pauze. Dus doe je. Verwachten. Ja, dan denk ik... Oh ja, ik moet even glas... Even zand hebben. Haal ik het weer weg. Denk ik, oh... Nee. Weg. Weg water. Weg. Nu ga ik even zand halen. Zometeen. Dan zijn jullie opeens weer en heb ik glas. Dus. Ja. Later luidjes. En daar ben ik weer. Dat is snel, hè. Ik dacht, misschien neemt hij niet op. Oké.
Zoals ik zie ben ik al bijna klaar. Nou, even het water erin doen. Dus geef even een reactie erover. En ik hoop dat dit hard genoeg is. Dus ja. Even alles afmaken. Dus schrijf even reacties voor de geluidsrecorder en voor de wat je wilt hebben. En dan zie ik, het is afgelopen. Doei. Doei. Zo.